GDT Sinterklaasjournaal met Gerbertje Blok. Action! Oh, we zijn al begonnen. Hey, welkom allemaal. Wat fijn dat jullie kijken. Het is eindelijk weer zover. Het GDT Sinterklaasjournaal. We hebben er echt weer super veel zin in. En we hebben dit jaar een reporter. We gaan even kijken of de GDT zich goed heeft voorbereid dit jaar. Ja, nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover. Ik ga kijken of de Geversdeutse Weesschool klaar is voor de komst van Sinterklaas. Komen jullie mee? Nou, ik ben hier dus bij juf Jolijt en juf Brechtje. En die zijn ook druk bezig volgens mij met de voorbereiding. Ik ga het ze even vragen. Pas op. Juf Brechtje, wat zijn jullie aan het doen? Ja, Jolijt, lukt het nou met dat touw? Ja, ik heb inderdaad nog steeds auw. Waar zijn jullie mee bezig? Ja, de W, Jolijt. De W, voor de slinger. Nee, ik hoef niet naar de wc. Wat zijn jullie aan het doen? We willen een slinger ophangen voor Sinterklaas. Welkom, Sint en Piet. Oh, wat leuk. En dat komt dan door de hele school te hangen? Zeker, ja. En wil het een beetje lukken? Hè, wat? Nou, jullie zien het al. Het gaat helemaal goed komen. De school wordt vast schitterend met die slinger. Nou, kijk of hier nog er wat aan wordt gedaan. Hallo, wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, we hangen de slingers op. Jullie zijn de school hier aan het versieren. Voor wie is dat? Ja, dat klopt. Nou, voor alle kinderen die binnenkomen straks. Ja, het schiet met Roland en Sanne een stuk meer op dan met Jolijt. Want die kon ik daar nog niet ontwarren. Ja, daar kan ik me wel bij voorstellen. Wat een schitterend slinger hebben jullie gemaakt. Ja, mooi toch? Wat staat erop? Welkom Sint en Piet. Voor wie is die? Piet en Sint. Voor Piet en Sint. Nou, ik denk dat ze er heel blij mee zullen zijn. Ja, dat denk ik ook. De meesters en juffen zijn hier heel druk bezig, dus ik ga snel door om verder te kijken of er nog ergens anders wat gebeurt. Dat ziet er leuk uit. Ja, er wordt echt alles aangedaan om het voor de Sint zo mooi mogelijk te maken hier op school. Zelfs in het kopieerhok zijn ze druk bezig. En natuurlijk moeten ook de gangen mooi versierd worden. Zelfs in groep 3! Natuurlijk moet er daar een slinger komen voor Sinterklaas. Ah, het is echt ongelooflijk. Zelfs het schoonmaakhok wordt versierd. Ja, ik heb al een microfoon, dankjewel. Bizar. Ja, ik sta hier nu naast juf Jamila en die wil heel graag iets vertellen. Nou, ik heb dus de letters opgehangen en nu kan Sinterklaas dus eindelijk de GDT-school vinden. Is het niet fantastisch? Maar waar hangen die letters dan precies? Nou, je zult het niet verwachten, maar daar. Daar zal Sinterklaas heel blij mee zijn. Yes! Nou, dat ziet er echt al supergezellig uit hier op de GDT. Dat gaat wel goed. Dit jaar hebben we ook iets nieuws. De mopperjuf. Kijk maar mee. Hallo lieve jongens en meisjes, wat leuk dat jullie er weer zijn. Het is weer tijd voor... Mopperjuf, mopperjuf, mopperjuf. Roos. Hoe noem je een hond zonder poten? Nou, dat maakt niet uit, want hij komt toch niet als je roept. Nou, dat was leuk. Laten we snel verder kijken naar de reportage van de razende reporter. Juf Lisanne? Ja. Jij was toch Piet geworden? Klopt. Ik ben ook Piet, maar ik ben ook juf en ik heb best wel druk. Dus ik ga nu snel door, oké? Okay? Zo, dat lijkt me wel heel lastig om en Piet te zijn en juf. Nou, we gaan maar snel naar iemand anders op zoek. Huh? Juf Lisanne? Die was toch Piet? En juf? Nou, gaat dat wel goed komen? Zoveel stress en zoveel dingen te doen? En nu gaan we kijken naar het weer. Want we hebben weer een nieuwe weerman. Kom erachter of het regent of het stort, er is weer weer met Jort. Vandaag is het... Nou, laten we even kijken. Oh. Nee, morgen is het tussen de -2 en 3 graden.
0,5 mm neerslag en een wind van 5 graden oost. Nou, dat was het weer. Weer regen zoals je ziet. Helaas. Huh? Waar is nou die letter? Ik zou toch zweren dat die in een letter stond. Nou ja. Hey, dit is alweer het einde van het GDT Sinterklaasjournaal. Wat fijn dat je keek en ik hoop je volgende week weer te zien. Doei!